Hoi allemaal en welkom bij weer een nieuwe mama update. Een update van hoe het met mij gaat en met Elin. Elin is inmiddels 7 weken oud en de tijd gaat zo snel. Het is echt niet normaal. Dat je aan het begin denk je nog, nou, hè, we hebben nog een leeftje. En nu denk ik ook, wow, ze is gewoon al gewoon meer dan 1,5 maand oud. Ik moet gewoon straks weer aan het werk. Wat, weet je al? Nou, absurd. Goed, vandaag gaan we weer lekker gezellig kletsen. Zoals altijd weer weinig structuur, net als in mijn haar. Weinig structuur, maar wel, ik hoop, een beetje nuttig. 7 weken. Dat betekent dat ze nu een kleine 2 weken geleden naar de osteopaat is geweest. En daar heeft ze echt ongelooflijk veel baat bij gehad. We zien zo'n verschil. Ze is zoveel rustiger en relaxter. Ze heeft gewoon niet de hitte dat je denkt, oké, waar is ze last van? Heeft ze pijn? Of, nou, natuurlijk, ik bedoel, is een baby, ze huilt nog. En ze is ook gewoon wel een pittige tante. Ik dacht eerst dat zij de kraamzorg dacht. Nou, pittige tante, dat valt allemaal wel mee. Maar nou, klopt denk ik wel. Maar ze is gewoon veel relaxter. Ze heeft ook niet meer dat echte hysterische gekrijs. Ze kan nog wel echt krijzen, maar niet dat ze er echt in lijkt te blijven. Dus ja, we zijn super blij ermee. We gaan donderdag nog een keertje die kant op. Gewoon als een soort, nog een keer de puntjes op de i, zeg maar, zetten. Dan zijn er maar 2 behandelingen. En dan hebben we weer gewoon een blije baby. Het is echt ontzettend fijn. Ze lacht. Ze kletst. Ja, het is gewoon echt een wereld van verschil. En nou is natuurlijk ook, hè, de 6 weken is ongeveer de piek ook met, geloof ik in ieder geval, iets van een piek met krampjes en zo. Maar ja, natuurlijk had ze wel krampjes. Of tenminste, natuurlijk, ze had wel krampjes. Maar ja, dit was echt anders. Dus wij zijn er heel blij mee dat ze zich nu zoveel beter voelt. Ze heeft er wel een nieuwe feature bij wat minder handig is. Soms gaat ze echt krijzen, meestal bij de tweede borst, maar gaat ze echt krijzen. Terwijl ze dan nog wel honger lijkt te hebben. Dus dat is een beetje lastig, want je zou zeggen, ik begreep dat vanaf een week of 6 kunnen ze de tweede borst gaan weigeren omdat ze vol zitten. Ze drinken ook sneller. Maar wij hebben vaak het idee dat ze nog wel honger heeft. Maar goed, dat weten we natuurlijk niet zeker. Maar nu gaan we in ieder geval geen strijd meer van maken van die tweede borst. Want eerst probeerden we echt van alles aan te doen om er nog aan die tweede borst te krijgen. En nu denk ik, als de eerste borst goed heeft gehad, dan is het oké. Maar soms is het dus al bij de eerste borst. Flesje, zelfde verhaal trouwens. Het is niet dat het aan mijn borsten ligt. Het is ook niet de ene borst of de andere borst. Het is gewoon vaak 's avonds. En dan kan het gewoon echt een drama zijn. Nou ja, goed, dat is dan zo. Maar dat is wel heel frustrerend. Ik vind het vooral, zeg maar, als je borstvoeding geeft, denk je, ja, dat is al niet echt. Het is al een pittere baan, zeg maar, borstvoeding geven. En als ze dan ook nog ineens gaat krijzen bij je borst, denk je echt, oké, hallo, wat doe je nou? Wij geven eigenlijk nog steeds exclusieve borstvoeding. Het enige is dat het soms dat ik het koolvin in een flesje doe, zodat ze wel aan het flesje gewend is. Ook omdat ze natuurlijk over een paar weken al naar het kinderdagverblijf gaat. Zo bizar. Nou, het is verder een grote baby, dus het is niet. Hoor ik er nou? Ja, ik hoorde, ik ben zo terug. Dus ja, dat borstweigeren was even een dingetje, of is nog steeds een dingetje. Mocht iemand er ervaring mee hebben, tips hebben, let me know. Toevallig zei de osteopaat, want nou, toen hadden we een flesje mee, omdat ze thuis nog niet gevoed hoefde te worden. Dus ik dacht, straks komt ze in de auto en dan vind ik het gewoon prettig als ik het in een flesje heb, want dan kan ik het gewoon geven. Kan ik niet in de auto gaan zitten borstvoeden. Dus dat had ik gekolfd in een flesje gedaan en nou, ergens halverwege de behandeling wilden ze eten. Maar nou, zij ervaarde het dus ook, zeg maar, wat er dan gebeurt. En toen zei ze ook, soms helpt om even het speentje te geven. Dus dat doen we ook wel eens, hè, dat ze even het zuigconcept niet meer snapt. En soms werkt dat en soms werkt dat niet. Want soms is het alleen maar frustrerender omdat daar dus geen melk uitkomt en ze eigenlijk wel wil drinken. Nou, tenminste dat is onze theorie. Mocht je hier ervaring mee hebben, laat vooral eventjes weten hoe deed jij dat. Maar het is wel een mooi bruggetje naar de speentjes. Want zij heeft eigenlijk al vanaf baby, zeg maar vanaf echt baby, baby, mini, vanaf de eerste week al een enorme zuigbehoefte. En de kraamhulp zei dat ook, van ze heeft echt een heel erg zuigbehoefte. Dus ook omdat ze bij mij al zowel de borst als het tepeltje snapte,
zei ze, ik vind het prima als je ook een speentje wil gaan doen. Want ik kan me voorstellen dat je niet de hele dag met je vinger in de mond wil zitten. En ja, dat heeft, hebben ze, soms hebben ze dat gewoon nodig. Dus nou, prima. Dus we zijn aan een speentje begonnen. Ik ben begonnen met een Bibi speentje. De dental speen van Bibi. Omdat dat eigenlijk de enige speen was die Niels wilde. Dus ik dacht, nou ja, weet je, dan ga ik daar maar mee beginnen. En die vond ze op zich prima. Maar gaandeweg merkte ik meer behoefte aan een ronde speen. Dus we hebben nu twee spenen die ze heel fijn vindt. En die Bibi doet ze ook soms. Maar meestal is het een van deze twee. Dit is de Avent. Dit is een beertje. En nou ja, hier kan je dus achterin je vinger instoppen. En dan stop je hem in haar mond. En dan denk je misschien waarom. Maar om een van de redenen vinden ze dat dan heel fijn. Maar dan kan je op een gegeven moment tussen je vinger eruit halen. En dan hebben ze nog steeds het speentje. Wat ik het nadeel aan dit speentje vind. Is... Ze hebben zelfs zeg maar een soort ding waar je vinger op kan rusten. Hartstikke fijn. Maar wat ik het nadeel aan dit speentje vind is dat het heel zwaar is. Dus als je vinger eruit haalt, dan zuigt ze misschien nog even. Maar het valt op een gegeven moment gewoon uit. Dat is aan de ene kant heel goed. Maar als ze nog niet lekker genoeg slapen, is dat dus heel irritant. Want dan heb je dus een probleem. Wat ik daarvoor heb gevonden is dit speentje. Dit is een Bips speentje. En een beetje een gekke naam misschien, maar zo heet het nou helemaal. Kan er ook niet zo doen. En dit is een van natuurrubber, of nou in ieder geval iets natuurlijks. Mijn brein is nog steeds in de zwangerschapsmodus. Deze vindt ze dus ook heel fijn. Deze is heel zacht. Deze doet denken aan een tepel, zegt ze dan. Nou ja, goed, oké. Okay. Mijn tepel ziet er niet zo uit, maar toch leuk. Verder is het gewoon heel simpel. Maar deze is heel licht, in tegenstelling tot deze. Dus wat ik vaak doe... Dus ik begin gewoon met deze, wordt ze wakker omdat ze die speen eruit is gevallen zoals net. Dan doe ik deze in en anders helemaal blij. En ook voor onderweg heb ik vaak deze voor in de kinderwagen en zo. Dus dit is een hele fijne, kreeg je toevallig vragen over, maar dit is dus een Bips speentje. Dus dat zijn eigenlijk de spenen die ik voor haar gebruik. En wat ze verder nu echt ontzettend leuk vindt, is die muziekmobiel die ik heb gemaakt. Mocht je hem nog niet hebben gezien, hij is op mijn Instagram. Ja, hij staat daar, maar ik kan hem natuurlijk niet helemaal afhalen. Maar je ziet hem ook heel veel voorbij komen in mijn vlogs. Maar dat vindt ze echt heerlijk. Dan ligt ze in dat babynestje onder die muziekmobiel, vindt ze fantastisch. En dan zit ze en dan zit ze helemaal die dingen te volgen. Want ze is gewoon heel, heel alert. En ze vindt het dus echt mega fascinerend. Dus wat ik vaak doe is ik voed haar, dan speel ik even met haar. Voor zover ik nu kan spelen, meestal is het een beetje kletsen en een beetje lachen. Ben ik trouwens ook wel benieuwd naar wat doen jullie, of wat hebben jullie gedaan toen je baby echt nog jong was. Hè? Elin is nu 7 weken. Ja, wat deed je dan met haar? Want ik vind het wel leuk om een beetje afwisseling, het moet ook niet hysterisch worden natuurlijk, maar ja, ik ben wel benieuwd. Maar dan heb ik even met gespeeld en dan leg ik er even onder die muziekmobiel. En dan, als ik merk dat ze een beetje haar hoofd gaat afwenden of zo, dan gaat ze lekker naar bed. Dat is echt een hele goed klusmomentje voor mij geweest. Want ze is echt heel blij mee. Dus het wordt zeer gewaardeerd door mij dat zij dat waardeert. Verder gaan wij dit weekend voor het eerst met z'n allen op vakantie. Dat klinkt avontuurlijker dan het is, want we gaan gewoon naar een landbouwpark in Zeeland. Dus het is niet heel spectaculair, maar het is toch een hele volksverhuizing met een baby en een peuter. Dan ben je net gewend, zeg maar, met Niels hoef je niet meer zoveel speciale dingen mee te nemen. Met haar moet echt alles mee. En sterk, ik bedenk zelfs dat we een deel van haar bedje mee gaan nemen. Omdat het campingbed is misschien echt nog wel een beetje groot voor haar. En ook... het is nogal diep, dus je moet dan de hele tijd heel diep tillen. Dus we denken dat we misschien het wiegje mee gaan nemen. Ze zou ook in de wagen kunnen slapen. Maar we vinden het eigenlijk het fijnst als ze gewoon voor de gevoel in haar eigen bedje ligt. Niels die gaat of in een campingbedje of kinderbedje, wat ze dan ook hebben, of in een groot bed, dat mag hij zelf kiezen. Laatst hadden we het erover en toen zei hij van dat hij graag in een klein bedje wilde. Maar ja, hier slaapt hij natuurlijk gewoon in een groot bed. Alleen het bed daar is echt groot groot. Dus we gaan het maar even zien. Maar man, wat moet je ook weer veel meenemen voor een baby. Oh.
We hebben natuurlijk de draagdoek mee. We nemen de kinderwagen mee. We nemen voor Niels ook de buggy mee. Omdat we dat, als we echt naar een stadje of zo gaan, vinden we dat praktischer. Want dat kidsitting, dat zijn we sowieso heel niet enthousiast over. Maar ja, weet je, dat hij dan ook mee kan. Maar voor haar natuurlijk, ja, echt van alles aan spuuglapjes, de kolf voor mij. Speentjes, flessen, ja, nou ja, echt van alles. Heel veel luiers. Die kan je natuurlijk daar ook kopen, maar ik vind het wel fijn om in ieder geval gewoon de basis gewoon te hebben. En dan, ja, we gaan met de auto, dus prop het er gewoon in. Dus ja, dat gaan we doen. Ik ben heel benieuwd. En eigenlijk had ik gehoopt dat ze dan ook kon zwemmen, maar nou las ik ergens dat ze pas mogen zwemmen na een eerste vaccinatie. En de vaccinatie stond gepland in onze vakantie, dus die heb ik naar na de vakantie gezet. Omdat ik dacht, ja, ik wil niet dat ze voor de vakantie, weet je, dan wordt ze kwakkelig en is ook niet leuk. Dus nu denk ik, dus nu mag ze volgens mij gewoon niet het zwembad in. Maar goed, dat ga ik nog even checken. En het contact maken is echt, het is echt ongelooflijk. Ze is dus al, nou ja, echt aan het lachen naar je. Ze is aan het kletsen met je. Zo, heel, heel cute. Ja, het is, ze pakt vaak mijn haar vast of mijn hand. Ik zie ook dat ze soms, zeg maar, naar die muziekmobiel begint te gaan met haar handjes. Dus ja, het wordt gewoon steeds meer een mensje. Dat is wel echt, echt heel leuk om te zien. En ja, ik weet niet. Ik vind het altijd wel een hele bijzondere fase. Ik vind de fase van Niels, waarin hij peuter is en echt briljante uitspraken doet, vind ik fantastisch. Dat vind ik echt die fase, los van de peuterpuberteit, die er natuurlijk af en toe doorheen komt. Maar daar heeft hij gelukkig niet heel erg last van. Maar is het echt zo'n leuke fase met teksten of zo. Oh, ik heb heerlijk geslapen, zegt hij dan. Nou, dat, dan lig ik echt in de schuld. Wat zei hij nou? Vanmorgen zei hij ook weer iets. Dat zijn ik ook allebei. Nou ja, dan probeer je met een stalen gezicht uit de kop te reageren. Maar ja, gewoon te cute. Maar ja, haar fase vind ik ook weer leuk. Dat het iets minder baby is die niks kan. Maar dat is echt een beetje, nou ja. Het is, de rust is een beetje wedergekeerd. Ze is een beetje, ze zoekt echt contact met je. Ja, dat is een mooie, fase. Ik zit gemiddeld op 7 voedingen per dag. Ik zal nog eens kijken hoe we daar nu voor staan. Ik gebruik daar trouwens een app voor. Volgens mij heet die gewoon borstvoeding. En dat is heel handig, want dan kan je, zeg maar, steeds als je begint met de linkerborst, klik je op L. En dan kan je dus zien ook hoe lang je de borst geeft. En dan druk je daarna op stop. En dan als je dan weer verder gaat met de rechterborst, druk je weer op rechts. En dan weet je ook altijd waar je gebleven bent. Dat vind ik zelf heel praktisch. En je kan dus ook zien hoe lang het geleden is. Dus nu is de laatste voeding is 1 uur en 3 kwartier geleden. Dat is goed om te weten. Ik zal het even vertellen wat we gemiddeld hebben op een dag. 6 à 7 voedingen op een dag. Meestal is het rond een uur of 6 à 7 ochtends. Dan maakt ze daarna nog een flinke ruk. Wat ik vorige keer zei, is eigenlijk nog steeds zo dat ze het beste slaapt van 11 tot 11. Om en bij. Dus dan komt meestal de volgende voeding pas rond 10, 11 uur. En dan gaan ze, daarna gaan ze wat dichter op elkaar zitten. Dus dan is het meestal ja, rond een uur of 1, 2. En dan rond 3, 4, 5. Dat is altijd een beetje een vaag gebied. Maar meestal is het dan weer 5, 7. En dan is het echt om de 2 uur vaak. Dus dan zit het wat dichter op elkaar. Dan is het vaak om 7 uur en om 9 uur. Maar het kan ook zijn dat het bijvoorbeeld om 6 uur is en dan om 8:30. Maar in ieder geval zit het iets dichter op elkaar. En dan om 11 uur nog een keer. En dat is het. Dus eigenlijk hebben we nog steeds super geluk met de nachten. En natuurlijk is er wel eens een nacht dat het niet zo gaat. En vanmorgen was het bijvoorbeeld even om 5 uur. Maar ja, goed, dat is dan zo. Maar dan nog steeds is, zeg maar, tussen 11 en 12 ongeveer doen we dan de laatste voeding. En dan naar 5 is natuurlijk al echt fantastisch. Dus dat gaat hartstikke goed. Daar zijn we heel blij mee. Zeker omdat je natuurlijk al een kind hebt. Dus je kan niet... ik had toevallig laatst ging ik thee drinken met meiden van een zwangerschapscursus. Niet, zeg maar, van de groep van Niels, maar een nieuwe groep. Met een aantal meiden was heel gezellig. En toen hadden we het erover. Dus ja, en dan, nou ja, dan, die kwamen ook echt wel vaker 's nachts dan. Maar dan
konden ze dus gewoon na de voeding van 6, 7 uur bleven zij gewoon in bed liggen. Want ja, je hoeft niks te doen, zeg maar. Dus dan kom je er een keer om 9 uur uit of zo. Ja, dat is natuurlijk wel een wezenlijk verschil. Dus ik ben heel blij dat dit zo gaat. Ja, mijn wekker gaat eigenlijk gewoon om 10 voor 7, omdat Niels dan opstaat. Ik doe nog steeds voeden op verzoek. Maar bijvoorbeeld die van 7 en 9, dan ga ik er wel een beetje, zeg maar, dat zijn namelijk ook onrustige momenten. Dus dan van 7 tot 9 zit ze vaak in de draagdoek, of eigenlijk daarvoor al. Rond spitstijd gaat ze in de draagdoek en dan rond 9 gaat ze naast mij in bed liggen, tegen mij aan. En dan om 11 uur gaat ze gewoon naar haar eigen bedje. En de rest van de dag slaapt ze ook in haar eigen bedje. Ik wil in ieder geval, als die van 9 namelijk veel te laat komt, dan zit ik om 11 uur met een probleem. Of volwassen, want die moet de volgende ochtend natuurlijk gewoon weer naar zijn werk. Dus nee, ik probeer dus wel die van 7 en 9 redelijk rond die tijden te doen. Of iets eerder of iets later. Nou, liever niet later, liever iets eerder dan. Daar niet al te veel aan aan het lot over te laten. Dan nog even over mij, hoe het met mij gaat. Ik heb zo meteen een afspraak bij een verloskundige. Natuurlijk, ik loop, deze video's lopen achter. Die van mijn zwangerschapsverlof. Maar ik heb zo meteen mijn nakontrole afspraak bij de verloskundige. Het is dus nu 7 weken geleden. Alleen ik bloed nog steeds een beetje. Het is echt heel weinig, maar het is wel nog steeds een beetje. En daar baal ik van, want dan mag ik niet zwemmen of in bad of dat soort dingen. Dus ik hoop heel erg dat dat nog overgaat voor dit weekend. Want we gaan natuurlijk gewoon lekker. Ik wil gewoon lekker met Niels kunnen zwemmen. Dan kan Elin misschien niet mee, maar dan kan ik nog wel even mee. Dus daar wil ik het even met haar over hebben. Ja, wat daar de verwachtingen van zijn en of het ook een probleem is. Want ik dacht dat je 6 weken mocht bloeden. Maar nou, ik neem niet aan dat het op de dag aankomt. Maar nou, dus daar ben ik heel benieuwd naar. Verder heb ik dus in tegenstelling tot de vorige zwangerschap wel een klein beetje striëet. Het is niet veel, het is een beetje rond mijn navel. Maar toch een beetje. En verder ben ik nog wat flubberig. Ik heb dus nog niet de nakontrole gehad, dus ik ben ook nog niet gaan sporten. Niet helemaal waar. Ik ben al wel een beetje begonnen met armspieren en een heel klein beetje met beenspieren. Maar ik wil echt geen enkel risico lopen met mijn buik, omdat ik daar natuurlijk na de vorige zwangerschap rectus, diastase en een navelbreuk heb gehouden. Dus ik wil het echt goed laten checken hoe het nu ervoor staat en wat wijsheid is. Vorige keer is gecheckt en toen is wel de navelbreuk geconstateerd, maar niet direct diastase. En dat is heel zonde, want daardoor ben ik dus wel buikspieroefening gaan doen. Daardoor heb ik het niet echt beter gemaakt, to say the least. Dus ik wil daar vanmiddag gewoon echt even goed naar laten kijken. En ik heb ook, maar dat is een beetje jammer, mijn fysiotherapeut die hierin gespecialiseerd is, die is nog 3 weken op vakantie. Dus ik ben een beetje in dilemma. Want ik ga namelijk iets heel leuks doen. Ik ga starten met Newborn Fit Mama. En dat kennen jullie misschien wel van Kimberly. En wat heel leuk is, haar vriend, die gaat ook coachen. En daar ga ik nog een keer een aparte video over opnemen. Maar hij gaat coachen en hij gaat mij coachen. En dat is een superleuke samenwerking waar ik echt heel blij mee ben. Want ja, ik voel haar al een tijdje en ik had mezelf als een soort stok achter de deur al op een gegeven moment een keer, toen ik zwanger was van Elin, al een keer een bericht gestuurd van als ik niet meer zwanger ben, dan ga ik jouw programma volgen. Maar hoe leuk is het dat gewoon haar partner Ed ook gaat coachen. Dus ik ben heel benieuwd. Hij gaat mij coachen. Dus ik ben en volgens mij deed het al een beetje ook achter de schermen. Maar ik ben de eerste die hij echt zeg maar gaat. Dus ik ben heel benieuwd. En ik vind het ook wel leuk, want Sven wil een beetje met mij mee gaan doen. Niet het hele programma, maar wel zeg maar dat we tegelijk gaan sporten. Gewoon thuis natuurlijk. Want ja, de illusie met 2 kinderen dat je allebei 3 keer in de week kan sporten elders is een beetje lastig. Dus hij zei, ik vind het wel leuk om een beetje met je mee te gaan doen. En natuurlijk ook met het eten, gezond eten. En dat soort dingen, nou doen we dat eigenlijk sowieso wel. Maar nou ja, dus dat is heel leuk. Dus ik zei, dat is wel leuk, want ik word ook getraind door een man. Dus dan, of gecoacht door een man. Dus ik ben heel benieuwd. Daar ga ik nog een keer een video over opnemen. Maar het doel is dat ik gewoon weer een beetje lekker strak in het lijf kom zitten. Want het flubbert nu aan alle kanten. Op zich ben ik redelijk wat kilo's kwijt. Maar ik voel me gewoon, ik heb natuurlijk dit keer in tegenstelling tot mijn vorige zwangerschap gewoon niet kunnen sporten. Zo ongeveer mijn hele zwangerschap. En ja, en dat merk je. En dat wil ik heel graag veranderen. Dus Kimberly vroeg ik van, wat is je doel?
Heb je een streefgewicht? Ik zou het niet zozeer een streefgewicht. Ik heb natuurlijk wel een gewicht wat ik zou willen, maar ja, dat is niet. Spieren wegen meer dan vet. En spieren hebben ook veel meer functie, want die verbranden ook weer vet. Dus ik hoef niet zozeer een bepaald gewicht te halen. Ik wil het liefst gewoon weer lekker strak in mijn vel zitten en dat ik me prettig in mijn lijf voel. En gewoon weer een beetje op kracht komen. Ik heb astma, dus ik wil ook mijn conditie weer een beetje op peil hebben. Maar vooral gewoon, ja, gewoon weer een beetje back in shape. Dus dat ga ik doen met Newborn Fit Mama. Dus daar heb ik heel veel zin in. En dan ga ik jullie ook mee meenemen. En dan zal ik ook wel echt eventjes weer mijn buik laten zien. En nou ja, goed vertellen hoe, ja, wat mijn doel is. En nou ja, dat heb ik nu al een beetje gedaan, maar ik ga er dan wat dieper op in. Dus dat volgt. Ik ga daarmee starten direct na mijn vakantie. En ik wil proberen om die video's ergens nog tussendoor te gaan doen. Zodat je echt een beetje enigszins real-time met mij mee door dat proces loopt. Ik hoop dat jullie het weer leuk vonden om te zien. Laat vooral jouw tips achter. Qua spelen met je kindje en ook voor die borstweiging. Ik ben heel benieuwd. En mocht je deze video leuk vinden, vergeet dan vooral eens een duimpje omhoog te doen. En je te abonneren, dat zou ik fantastisch vinden. En heel graag tot de volgende keer. Doei!